Yo mensen en welkom bij deze nieuwe aflevering van Heer de Vlogs. Vandaag heb ik een speciale video voorbereid. Misschien herinneren jullie nog dat ik ongeveer een half jaar geleden denk had ik een mooie kookvideo waarin ik een ei ging koken in de airfryer. Klassiekertje. Nu weten jullie dus hoe je met een airfryer een ei moet koken, weet je wel. Deze bad boy heb ik toen aan Ondervlogs gegeven. Hij heeft hem gewonnen. Jullie weten nu dus hoe je een ei moet koken in de airfryer. Maar wat nou als je denkt, godverdomme, ik heb nu al de hele 6 maanden of zo gekookte eieren gegeten elke dag. En ik wil geen gekookte eieren meer. Ik heb meer zin in iets anders. Zoals een gebakken ei. Dan ga ik jullie nu vandaag leren hoe je een gebakken ei in de airfryer moet maken. Jazeker, ook een gebakken ei in de airfryer zou moeten kunnen. Ik weet dat het zou moeten kunnen. Ik heb er geen recept voor opgezocht. Dit is dus koken zonder instructies. Maar dat maakt niet uit. Want we gaan het gewoon doen, let's go. Dit is alles wat we nodig hebben. En die, natuurlijk, weet je wel. Want stel nou, oh nee, mijn koekenpan is kapot. En ik heb maar 1 koekenpan. Maar gelukkig heb ik wel een airfryer en een schaaltje dat in de airfryer past. Kijk, het past echt gewoon. Precies. Echt perfect gewoon. Dus dit schaaltje van IKEA kunnen we allemaal aanraden. Shoutout naar IKEA. Klein winkeltje. Goed, en dan doen we zo die ham in dat schaaltje. Dan zit die ham zo in het schaaltje. En nu zit ook het eitje erin. Onno wil hier niets mee te maken hebben, zei hij net. Goed, dan zetten we hem hier zo in. Normaal gaan mensen de airfryer voor verwarmen, maar daar doe ik nooit aan. Ik voel me daar ietsje te stoer voor. En dan gaat hij er zo inschuiven, weet je wel. En ik zou zeggen, hè, dat hij op 200 graden moet. Denk ik. En dan draaien we zo deze. Ja, dat is wel genoeg, denk ik. Dan gaan we dadelijk weer even checken. Het begint hier al goed naar ei te ruiken, hoor. Maar hij is nog niet goed. Dus we wachten nog even. Oké, het ziet er nu zo uit. Maar ik weet dus niet of die dooier goed is. Dus ik denk dat ik hem lek ga prikken. En dan nog eventjes ga doen. Sterf, dooier. Misschien was hij wel goed. Wie weet, hij mag nog eventjes. Die ham gaat echt zwart worden. Is het geen beauty zo? Kijk, dit is echt helemaal zwart en hard. En dit. Ja, dat is gewoon een beetje raar. Oh, ik kan niet wachten om mijn tanden hierin te zetten. Kijk, dit is hem. Zo, hè. En ik heb dus besloten om vandaag zonder peper of zout te eten, weet je wel. Geen toegevoegde kruiden. Want dit is hoe moeder natuur het ei bedoeld heeft, weet je wel. Lekker met een plakje ham eronder. Dat kan ik jullie wel even zo laten. Dan zie je hem zo, weet je wel. Er vallen allemaal zwarte restjes af. Zoals dit. Dat ga ik dus niet eten, hè. Maar het is zo mooi dat moeder natuur dat zo heeft uitgevonden dat de zwarte restjes er automatisch afvallen. Zodat je dat niet per ongeluk in je mond stopt. En waarschijnlijk ziek wordt. Ah, en dan zie je nog een beetje zacht daaronder. Net zoals die plak ham. Hij is nog een beetje zacht, maar niet rauw, hè. Want je kent het gezegde, fok niet met het ei, anders fokt het ei met jou, weet je wel. Dat doelt erop dat je ziek wordt als je rauw ei eet. En die rand die heeft wel iets crunchies. Kijk, het is zo mooi, hè, dat je dit zo een beetje hier vast kan houden. Bij dat harde gedeelte. Dan heb je eigenlijk niet eens meer bestek nodig. Dus dit mes, deze vork die ik heb gepakt, totaal nutteloos. Het ei hangt wel een beetje. Het smaakt echt precies zoals gebakken ei hoort te smaken. Maar dan heb je een soort zwart randje eromheen, weet je wel. Het is heel mooi om af te bakenen waar je niet moet eten. Goed, wat hebben we hiervan geleerd? We hebben hiervan geleerd dat je inderdaad een ei kan bakken in de airfryer. Alleen niet op 200 graden, dat is te hoog. Ik zou hem denk ik op 160 zetten. 160, dan moet hij wel gewoon een tijdje. En dat is dus hoe wij een ei bakken in de airfryer. Zo, en ik hoop nog vele mooie airfryer ei-recepten te vinden in mijn leven. Want dat zou mij goed doen. Goed mensen, dus deze
dit prachtige ding. Die zetten we zo op 160, hè, waar die hoort. En dan zou ik hem denk ik 10 minuten doen of zo. Maar kijk bij de 5 minuten vooral eventjes, want ik wil niet dat je je ei verpest. En wat ik dan nog wil zeggen mensen is, please subscribe. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van In de Vlogs. Laters!